we had all made some pretty successful movies by then and and we knew that this was kind of an all-star group all working together and so and we were all kind of young we were all in our 30s and so <laughs> I'm sorry sorry <It's> okay, <laughs> Uh, welkom allemaal bij een uh, bijzondere uh, en toch bijzonder vervelende aflevering van de Spokenjagers. Ik weet niet of we hem nou Coffee Moment 2 gaan noemen, Mark, of uh, aflevering 47. Dat zie ik nog wel even. Dit is, uh, ja, dit is wel een, uh, deze zo bijzonder dat je dit niet eens eigenlijk een. even ja, nee, nee. gewoon een aparte titel nodig hebt. Ik denk het ook. Ik denk dat dat wel het meest fair is. Gewoon een aparte titel. Uh, ja, wij, uh, wij staan even stil bij uh, het droevige feit dat. Uh, op 12 uh, februari, jongsleden. Uh, Ivan Reitman is overleden en daar wijzen wij, wij, zijn, uh, wij uh, wijden wij deze hele aflevering aan. De master is niet meer. De master is niet meer. Nee, het is het uh, zo zeg het, het Het was voor mij even echt rauw op mijn dak, joh. Het was echt rauw op mijn ja. dak. Ik, uh, ja. ik, ik, We ik het heb het allemaal niet aanzien komen, hoor. Nee. Nee, nou ja, goed, ik dacht, uh, ik, ik heb dan uh, een, een, een vrij zwakke blaas. Dus ik ben s'nachts dan wel eens een keer wakker. En uh, dan ga ik even naar de wc en dan automatisch pak je je telefoon. En ineens zag ik allemaal meldingen, meldingen van Facebook. Uh, nou, meestal negeer ik dat. Als er twee meldingen zijn, dan denk ik, nou, ik zie het morgen vroeg wel. Maar dit waren die van, van 32 of 34 of zo. Holy shit, was dit joh? En dat ga je openen. En dan zie je dus dat bericht: dat Ivan is overleden. Uh, en het eerste wat door mij heen ging was... Ah, fake news. Weet je wel, daar gaan we weer. Ja. Ja, dat, dat, dat heb je zo vaak. En je wil altijd zo snel mogelijk de bron, uh, de, de bron weten. Van, van is dit ja. uh, officieus of is dit gewoon iemand die maar wat roept? Ja, is het weer zo'n zo lul? Weet je. Kijk, je hebt wel van die Hannessen die dan, uh, als iemand twee keer omrijdt, worden ze gelijk doodverklaard, want ze zijn zo lang onderweg. Maar, ja. uh, maar dit, ja, dit was helaas niet zo. Het was echt, echt waar. En uh, ja, hij was overleden. Dus um, ja, ik heb er ook gelijk. Uh, ik was eigenlijk klaar wakker, joh. Ik, ik, ik kon ook niet meer slapen. Dus ik heb gelijk maar uh, ja, een post gemaakt en de dingen gedeeld. En ik denk, nou ja, weet je, ik heb het ook gelijk in de groep gegooid. Want er waren een paar die zei: Zo, was jij vroeg? Ja, <laughs> was klaar wakker. Um, en uh, ja, ja toen, toen was hij niet meer. Hij, uh, hij, is, hij is wel vredig in zijn slaap overleden. Dat, dat zag ik dan uh, nog wel in het artikeltje. Wat uh, ja. toen opdook. Ja, onderzoek uh, zal onderzoek natuurlijk. Dat zit altijd. Uh, hebben ze dat? dat een onderzoek uh, moet, zou moeten uitwijzen of het. Uh, ja, ja of er toch iets, uh, iets is gebeurd wat. Uh, ja, 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 ja. Een beetje die Bob Zaggert-dingen. Uh, ja, maar dat je met Bob Zaggert ook had. Daar ga hè. ik er met, uh, met, met, deze, met dit geval niet vanuit. Denk ik gewoon dat het een hele mooie. Een heel mooi einde van iemands leven is geweest. Ja, natuurlijk. Ik denk ja, dat het een eh, tijd. Uh, waarvan ze gewoon zijn tijd uh, erop zat. Ja, 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 ja dat berichtje uh, zei ook hè, dat hij gewoon uh, vredig in zijn slaap was ingeslapen. Of uh, in, ja. was er heen gegaan. En, uh, ja, goed, natuurlijk, hè. Ja, 75. Wat ik, ik toen gedaan heb is. is, is uh, het, uh, het laatste interview of de laatste foto of weet je wel dat, mm -hmm. zoek, dat zoek ik dan altijd op en dan, um, dan vind ik het echt verrass echt zo plotseling en zo triest hoe dat ja, ja dat hij er gewoon niet meer is weet je wel. hij is echt gewoon erg. hij was wel een ja, van, hij die, van die lag gewoon nog op die laatste foto en ja, logisch natuurlijk want ja, ja, ja. Geen, geen tekenen van uh, ik ga dood of zo, weet je wel? Dat... Nee, nou ja, ik, ik, ik heb wel, um, dat had ik ook al tegen jou gezegd, want ik heb jou dan smorgens ook naar de, apart voor gebeld. En jij had dan uh, de nacht, uh, volgens mij toen, of je was in ieder niet, geval niet online geweest. Dus ik stuurde jou even een berichtje van, uh, nee, grappig, even bellen. En jij zo met een smiley, ja, is goed. Oké, okay, toen zei ik tegen jou, voor mij, <laughs> mij weet je het niet, hè? weet het nog niet. Voor mij weet je het niet, van, van Ivan. Nee. nee joh, wat? Ik zei, nou, hij is overleden. Dus uh, ja, ik, 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 ja, en toen en, zei ik ook nog tegen jou, weet je nog, dat ik, dat ik, ik zei, verdomme, weer in februari hè. Ja. Harold Ramis is in februari overleden en Ivan ja. Reitman ook. Dus ik hou elke, ja. elk jaar nu met februari wel mijn hart vast wie er nu weer gaat. Ja, en, en, ja en, so. en nog gekker gezien, en dat, dat ga je altijd met dit soort dingen denken. De, ja. Harold is dan op de 24ste overleden en, 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 en Ivan op de 12de. En, ja. <laughs> en ja. Wie is dan de volgende op de 6 zesde, zou je dan denken, weet je wel? Ja, wie gaat op zes? Ja, oh, god, hou op, man. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik, ik moet wel zeggen, want dat, dat, hè, wij hebben toen met Kaas morgens al even gesproken. Want wij uh, we hadden zoiets van, nou, hey, we moeten toch even contact hebben met ons beetjes. Um, ik vond hem de laatste keer dat ik hem zag, dat ik hem live zag, in, uh, dat was met die screening in Londen, volgens mij. Toen was hij echt nog even... Uh, nee, Of wel. Dat was het in die screening in, in Amerika. Wat was het nou eerder? De Amerika was later, hè, die offici officiële release. Ja, die was later. Ja. Uh, uh, en, en, en daar vond ik hem wel wat kwetsbaar. Dat ik denk, oh, hij zou, ja, ik wil wel zien dat hij maar ouder wordt, zeg. Hij, hij was, het was niet allemaal zo snel meer. Ja, hij was... Maar goed, ja, 75. Ja, maar dat, dat zet hij al gauw in de hoek van... Uh, oh, het is de leeftijd. Ik bedoel, die man ja. is 75. Ja, daarom. Ja, he. ja misschien heel dom, maar ja, dan maak dat, ik de vergelijking uh... met mijn eigen vader. Mijn vader is 74. Ja, dat kan ik ook wel merken dat hij geen, geen, geen 40 meer is. Nee. Ja. Maar goed, ja, toen... toen ja, wat, wat, wat mij toen opviel, dat was met New York Comic Con. Dat ze uh, die, 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 die surprise screening had gegeven op, uh, op die... Op die op die Comic Con, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dat was in oktober, nee, uh, ja, oktober ergens. 19 -oktober, ja, oktober. Ik meen ergens komen. in oktober, ja. ja. En hadden ze vooraf hadden ze een soort Q&A nou, met de, de hele cast. En ja, toen ik hem hoorde praten, Ivan, dacht ik van, vol, volgens mij of hij is net ziek geweest. Hè? Gewoon een griepie of, uh, of hij wordt nog ziek. Ja, ja, het, ja dat de hele, ik... die, die, die stem was gewoon een beetje beverig. Ja, het, het, het klonk niet als Ivan, weet je wel? Ik vond zijn stem daar heel beverig, heel onzeker. En hij zat heel erg ingedoken, ingedoken ingekrompen, zat hij ja? daar achter. Als, ja. Een, ja, als, een, als een oud mannetje oud, zat hij daar ja, ja, nou, in, in hindsight, hè, achteraf gezien, had ik daar wel even het moment dat ik dacht: wauw, hij is oud geworden, zeg. Ja. Uh, maar goed, weet je, dat, net wat jij net, net ook al roept, weet je, je, je ziet dat en denk je: ja, oké, okay, beste man is 75, zal, ja. hè, goed zo. Uh, maar, het is, maar het is niet de leeftijd om uh, nu gezien, het is niet echt de leeftijd om, om nu te gaan. Zeg. Nee, nee, ja, vooral als je dan. Kijk, um, nou ja, Harold Remus, Harold dat, dat was ook heel. Dat was echt fucking onverwachts. Maar achteraf ja. hadden we, was dat ook weer niet zo onverwachts, omdat Harold best wel al heel lang ziek was. Alleen dat was. Voor de buitenwereld, uh, niet, niet, niet algemeen ja, dat, dat bekend. Was het niet, nee, dat werd niet nee, dat, verteld. Dat, nee, dat werd, dat werd niet verteld. Kijk, en, en van, van Ivan uh, wisten. Nou, als hij al wat had, heeft gehad, dan, weet, dan wisten we het niet. Was het hem verder ook ja, niet ja, aan je... te zien. Behalve dat hij wat, wat zwakker werd en uh, wat nee, ouder. Het best kans dat we het de komende weken nog zullen horen hoor. Dat er toch ja. dingen zijn geweest die ja. bepaalde kwalen waar die. Uh ja, maar nou, die vindt, toch last van had. En, misschien wel, uh, ja. ja ik, ik, vind, ik vind wel dat, dat de communicatie heel mooi is... en heel, heel helder en open. Uh, ja. Want ook na het overlijden van Ivan... had Jason toch eigenlijk voor de, de, de buitenwereld... wel een, een, een klein statement klaargeschreven. Hè? Een deel daarvan staat ook op de Ghostbusters Division dus pagina. Uh, dat heb ik, heb ik in de melding gedeeld. Dat is gewoon een stukje van Jason zijn tekst. En ook een stukje dat hij dus had geschreven van... Uh, I've lost my hero, en dat hij zijn held heeft verloren, de, de mooiste verhalen vertellen. Want dat, dat noemde hij zijn vader altijd. Hè? De, de, een pracht verhalen vertellen. Mm -hmm. Dus die, die ben ik verloren. En uh, nou ja, hè, uh, wij, gaan, wij gaan rouwen. En we gaan hem missen. Maar gedenk hem vooral door heel veel van zijn films te, te, te genieten. En van de verhalen die hij wou vertellen. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ik, uh, ik ben eigenlijk gelijk... Ja, ik uh, van alle reacties van, van al zijn ja, collega's, vrienden... En, ja, uh... mooi. Ja, ik vond het heel Fantastisch. Man. Ik vond die van Arnold Schwarzenegger fantastisch mooi. Ik wou net man. zeggen. Ik wou net zeggen. Je bent me net een snel af. Die vond ik zo mooi. <laughs> ja, maar echt. Die van Schwarzenegger dat, vond dat ik zo prachtig. Dat gaf me echt een brok in mijn keel. Ja. Dat is echt... Uh, ja, die ja. hebben natuurlijk samengewerkt met, uh, met, uh, met zoveel films. Met ja, de Twins. Met Junior, Twins. Met, uh, met Junior. Met en kop en zo. ja. ja. Dus, ja. dus die weten precies uh, wat ze aan elkaar hebben. En dan, dan, en dan omschrijft hij dat ook in een stukje tekst. Dat ik bij mezelf denk van Jezus. Ja, 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 ten eerste al van de man die het zegt, weet je wel. Da ja. Daar ben je al van onder de indruk. Van, ja. van, het, zal, het zal maar door hem gezegd worden over mm -hmm. jou. Weet je, oh, ja, ja. oh my god, Schwarzenegger. Weet je? En, ja, en, en dan, ja. Wat ik zo mooi vond aan dat van Schwarzenegger, ja. wat ik echt heel, 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 heel maar, wat mij echt even raakte. Was dat Arnold Schwarzenegger daar zei van? Hè, op, in het op een moment dat niemand mij wou casten voor een comedy. En ja. iedereen mij alleen maar wou dat ik tonnen met bad guys neerschoot. En mijn spieren liet zien. Was Ivan degene die genoeg vertrouwen in mij had. om mij een komische rol aan te bieden en me die te laten spelen. En volgens mij zou dat, dat dan Twins geweest zijn? Zal dat een eerste geweest zijn? Wat, volgens mij was het Twins. Uh, die die waar, dat was zijn eerste comedy, zeg maar. Samen met die, die Danny DeVito. Junior De Vito. was ook met Danny DeVito, toch? Ja, Junior volgens mij ook. Uh, maar dat was gewoon echt dat, dat hij dan dat even zo mooi benoemde: van joh, uh, op het moment dat ik eigenlijk alleen maar dat ene mocht doen in Hollywood, gaf Ivan mij zoveel credit dat hij zei: joh, maar jij kunt meer. En dat vond ik prachtig. Ik vond het ja. heel ontroerend. Ik vond het ook van, van Carrie Coon trouwens, heel ja. erg mooi. Ja, die, dat, iedereen dat, met McKenna Grace. De enige die ik nu niet gehoord heb, die is dat is Finn. Finn ja, die, die heb ik. Daar heb ik nog niks van gelezen. Volgens mij is die ook misschien, niet zo eh, op social media. media. Volgens mij is, is Finn ook niet zo op social media hoor, maar dat weet ik ook niet zeker. Die van McKenna, die heb ik, moet je me even helpen herinneren, maar van die van Carrie vond ik mooi dat ze zei: Van ik ben zo dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van die familie. De familie die hij. Opgebouwd heeft, waar en wat, dat ik daar nu een deel van ben, een deel van die legacy van Ivan Reitman, ja, dat is prachtig. En wat ik zeg, iedereen noemt hem ook. Euh, euh, die, die zegt van. En dan word ik afgeleid. De hond die loopt langer en euh, ik word afgeleid. Maar. Euh, 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 ja, nou, wat jij dus de vorige keer had, heb ik nu. Maar dat geeft helemaal niks. Ik loop gewoon door. Maar euh, ik weet het niet meer. Maar wat wil ik nou zeggen? Waar had ik het over? Carrie Coon. Carrie Coon. Oh ja, ik had het over Carrie Coon. Uh, oh ja, dat, dat heel veel um, hem dus de grote verhalen vertellen noemde. En dan, en dan ga ik toch eens even kijken, weet je wel. Dan pak ik zo'n lijst en dan ga ik. Eh, ik ben even, natuurlijk ga ik even gewoon lekker gemakkelijk naar Wikipedia, want dat is gewoon het makkelijkste. En dan kijk ik gewoon die films die hij allemaal gemaakt heeft. En ik denk: wat heb ik daar veel van gezien, joh? Wat heb ik veel Ivan Reitman-films gezien? Weet je wel. Ja. En nu, nu ga ik dingen, dingen door elkaar halen, mensen. hoor En, en luister als Leon, die gaan me helemaal uh, aan elkaar trekken. Maar uh, ik, ik, ik hou <laughs> altijd producent en regisseur. Ja, <laughs> <laughs> hou hem maar tegen, jongen. Hou hem maar tegen. Maar ik hou altijd regisseur en producent door elkaar heen. Dus dat uh, neem me niet kwalijk, mensen, als ik nu hele domme dingen roep. Maar als ik dan zie dat hij met zoveel films. Weet je. Ik ga gewoon, zo, gewoon even een handjevol opnoemen. Eens kijken. Dan moet je even zeggen of jij hem gezien hebt? Uh, meatballs ja zie je. ja het, uh, stripes. stripes stripes oh dat is geweldig en ook ja. zijn, 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 zijn samenwerking daar al met uh, met remus en met murray ja. en daar het grondwerk ja. voor ghostbusters is volgens mij bij stripes gelegd dat kan niet anders joh uh, ik dacht animal house animal house animal house, animal house. ja kan het dus goed stripes ja. zijn hoor maar ja stripes dat animal is house, meer verantwoord liggend omdat omdat daar al gewoon twee acteurs van in zitten al in die, zitten. Die, uh, die voor die film gecast zijn ja. en trouwens John Ken, die was ook al benaderd. Is zijn. hij niet doorgebroken met Meatballs? Volgens mij is dat echt wel zijn zijn grote. Daar was ja daar was hij meer doorgebroken. Toen was hij ja. met met Animal House uh, uh, kwam hij een beetje met uh, met dat was volgens mij uh, zijn eerste film met uh, John Belushi en zo. Ja met, uh, Animal de House. Daar werden hij Night live ja. uh, casting. Ja, ja, animal, het was eerst Animal House en toen uh, dingen trouwens hoor, Meatballs. Meatballs is van oh. 79. <coughs> En dan Stripes. Ja, Stripes, <tie> ja natuurlijk hebben we in 1984 een filmpje. die hij ook gemaakt heeft. Ja. Ik denk, ik denk dat dat heel eerlijk. Uh, misschien een, een vraag aan jou. Ik, ik, maar, ik, ik heb dat zelf altijd wel altijd gehad met Ivan. Dat ik altijd Ivan Reitman. altijd heb geassocieerd met de Ghostbusters. Dat was zijn film voor mij altijd. En hij, ja. hij, hij, heeft, hij heeft veel goede films gemaakt. Want ik loop hier nou even die lijstbalans. Daar zitten echt. Als bij, dat ik denk, hij is ook bij honderden films is hij, is hij betrokken geweest als producer en zo, hè? Ik bedoel, ja, 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 ja. En door, en hij, hij de... zelf uh, met Cannibal Girls is hij dan begonnen. Ja. En uh, maar, maar uh, ik, ik wist bijvoorbeeld later pas dat hij ook met Beethoven, uh, die, ja, Beethoven, Bernard hond, weet ja. je, dat hij, ja. da dat hij daar ook bij uh, denk, bij de eerste en de tweede volgens mij. Ja, bij de en de dat wist ik de... pas na Afterlife. Ja, waar? Okay, ja, want ik zag, ik zag in die, in die scène met, uh, met Podcast en met Phoebe... Zag ik, zie je op die, als ze bij die bioscoop staan, ja. uh, zie je Cannibal Girls en je ziet Bingo. En ik, en ik associeerde Bingo weer met een andere film met een hond in de hoofdrol. Mm -hmm. die, die heette ook Bingo. En ik ja. dacht van, oké, okay, dan is Bingo dus ook uh, geregisseerd, dan wel geproduceerd door, uh, door Ivan... Maar dat bleek dan niet zo te zijn. Dat was dus Beethoven. Dus daar was ik dus mee in de, in de war. Want ik zocht dat nog speciaal. op. Bingo. Ivan Reitman. Nee. Ja. Beethoven. Dat is, Beethoven. Dat dat was is een kinderliedje. Een Beethoven Second. Dat is ook zo'n kinderliedje, toch? Van There Was a Dog Who Had a Name. Who had, there Was a Man Who ja, Had a Dog. Dat was Bingo. Bingo ja. was His Name. Ja, oh, yeah, sorry hoor. Ik ga nu zingen. <laughs> jullie, jullie gaan nu een podcast <laughs> meemaken, jongens, die zijn weerga niet kent. Maar. <laughs> Maar Ja, zoveel. En ik bedoel, ik ben nu met die lijst nou bezig. En dan zie ik dingen als, als nou, Ghostbusters natuurlijk. En, 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 en Space Jam. Ghostbusters dat, dat, heeft, dat, dat heeft hem uh, vereeuwigd. Voor, voor dat... mij wel. Voor mij wel. Want kijk, ik. Um, voor de meesten denk ik wel. Ja, ja, Voor mij was echt Ghostbusters de film. En uh, ik heb best wel wat de laatste 24 uur best wel veel interviews met die beste man gekeken. En het komt toch altijd weer terug naar Ghostbusters. En ik merk ook dat, die, dat hij zelf heel veel passie had voor dat project. Ja. Dat het echt wel zijn kindje was. Ik, 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 ik ben nu even... Want dat, dat stukje, dat, dat heb ik nu net opgedoken. Dat kwam via Alex Newborn kwam dat binnen. En uh, dat was uh, van GB Fanfest. Uh, dat Ivan en Jason daar zitten te praten. En op het einde dat Ivan dan vertelt over Ghostbusters. En dat hij dan even volschiet. Omdat hij dan zegt, we waren allemaal toen zo jong. Ja. En dat Jason gaat staan en hem een knuffel geeft. En, en dan iedereen bedankt en pap bedankt. En dan en je merkt gewoon dat Ghostbusters, dat heeft iets met hem gedaan. Dat is. Ja, ik, ik, dat, dat is zijn grote dorp. Kijk, van al die films die, die, die gemaakt die Hij heeft heel veel. Dat is echt wel een hele goede, weet je wel, twins. Ghostbusters 2 op Dave Jr., Father's Day, Six Days, Seven Day, Nights, Evolution. Ja, maar het was, het, was het ook niet zo dat. Um... Ja, ik noem het maar even de Steven Spielberg theorie ik bedoel ja? hij begint aan een film waarvan je denkt van oh het einde carrière het is helemaal klaar ja. mij. hij zet een dijk van een film neer Ghostbusters ja. nu in dit geval ja. en alle deuren gaan voor hem open en kan doen wat hij wil ja maar dat denk ik wat dat dat is gebeurd hoor ik denk echt wat dat dat is gebeurd Kijk, is nou, nou mooi dat jij dat zei, want inderdaad, toevallig ja, wat is dit fucking toevallig grapje. Ik ben dus vandaag weer in die, uh, die Jaws Log gedoken van jou, die ik van jou kreeg voor mijn verjaardag van een paar jaar geleden. Ja, yeah. dat boek dat is een fantastisch, boek, mensen. Jaws Hoi fans, boek. ja, dat is fantastisch. Jaws fans, haal dat boek, de Jaws Logs van Carl oh, niet, niet alleen Jaws fans, gewoon mensen die gewoon goed vinden. Ja, met, die Jaws gewoon een goede film. Vinden. Vinden. Ga dat boek halen, ga dat lezen. Is, is, is hij van Carl Gottlieb? Ja, kijk wel de ellende. <laughs> wat, ja. wat voor ellende ze hadden. allemaal. Oh, vreselijk. Maar dan inderdaad <laughs> dat Spielberg daar echt zijn carrière op het spel heeft gezet. Van joh, hij, hij, het was al afgelopen voordat hij was begonnen. Hij is volgens mij daar honderd keer ontslagen. Hij is zo. En ik weet nog dat die producers daar waren die die en Brown. Juist. en die zeiden van joh. Maak jij nou maar gewoon die film. Ja. Kritiek goed. van de studio die nemen wij wel ja, op voor wij. onze rekening. Ja, die pakken wij. Die mannen er vertrouwen in. Terecht. Ja. En, en dat heeft Ivan ook gehad met Ghostbusters. Want ik meende dat Ghostbusters best wel een budget had voor die tijd. Hè? Dat dat voor die tijd best wel een, een pittige film was met best wel een budget. Ja. En, en, en dingen die ze dus deden in Ghostbusters. Dus unprecedented. En wat hij. Oh, dat vond ik zo mooi. Dat, waar was dat mee? Dat hij op een gegeven moment zei: van... Oh ja, dat was. Ja, ik weet het weer. Die o, de eerste opname die ze deden voor Ghostbusters. Cor corrigeer me vooral als ik het mis heb gehad. Dat was van de, de guys dat ze daar rennen. Hè, bij, bij die montage van: Dit is Casey ja, Casey. Casey, is Casey al, yep. Ja, nee, dat stukje dat ze dan rennen. Met de packs op. Dat was de eerste shot. En dat Reitman daar al zei: Ik wist toen dat ik goud in de handen had. Dit, was, wow. dit is geweldig wat ik hier aan het doen ben. En dat Murray. En ja, vooral Murray, langzaam maar zeker ook zoiets had van. Wacht even, jongens, volgens mij is dit zo verschrikkelijk goed wat we hier aan het maken zijn. Ja. En, en ja, dat is gewoon zo. Dus, dus ja, dat hebben we allemaal aan Ivan te danken. Ik ja, niet, ja, ja, ja. Dat, ja, 100%. Dat, dat hebben we aan hem te danken. Kijk, het is niet vind... alleen Dan Aykroyd right, hoor. Dus, nee. uh... Nee, 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 Hij Murray... kwam met het verhaal, maar, maar het is Ivan die het visueel voor elkaar heeft gekregen om, om het, aan het, aan het aan de wereld te laten zien. Ja, ja maar er zaten ook nog, nog wel oh, wat Dan Aykroyd vers... had ook een boek kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Ja, over vodka. Eh, maar. Over uh... wodka. <laughs> maar nee, maar wat ik dus dan. Dat, dat, dat vergeten we vaak, hè? Kijk, want het is altijd van. Uh, created by Harold Ramis en Dan Aykroyd. Ja, Dan Aykroyd heeft dit bedacht. He, maar als jij het origineel concept van Ghostbusters bekijkt, he, wat Dan Aykroyd voor ogen had, he, met dat met dat hoppen door de mensies... en riot gear en stuntbatons ja. en, en 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 dat soort dingen, nou, dat, dat dat heeft Wrightman ge, gezien en gedacht. Ja, maar Dan, dit gaat niet werken niet. Dit wordt hem niet. Dit dit is niet. Uh dit, dit is niet haalbaar als ik dit wil gaan maken. En volgens mij zei hij dat ook. is in een of andere interview dat Reitman dat ook zei... of dat Aykroyd dat zei. Van Als we dat hadden willen maken... Joh, dan hadden we zo gigantisch veel over budget gegaan. Dat is niet doen. Dat, ja, dat, ja, nee. dat is gewoon niet haalbaar. Dus, nee. um, dus, dus, dus ja, ja. Het, het is de visie van Ivan... die dit, die dit, die dit, die dit voor elkaar heeft gekregen. En ja, zijn legacy is toch vier Ghostbuster films... Ja, en, hij, hij met, hij met, hij met, volgens mij heeft hij zelfs met, uh, met, uh, met de tekenfilmserie uh, heeft hij zich mogen en kunnen bemoeien. Ook. Is dat, zo? dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou best kunnen hoor. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Uh, <laughs> het kan ook zijn dat ik het gewoon in de, in de end credits heb gezien. Nee, ik die... weet wel dat hij mee heeft geholpen aan de productie van de, 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 de video van Ray Parker Jr. Daar heeft hij wel uh, een handje in gehad. Oké. Okay, okay. Ja, daar heeft hij een handje in gehad. Kijk, en als ik dan. Ja. Ja, maar ja... ik voel gelijk een kijkersvraag opkomen. Oh, nou, go, go. Nou ben ik. Uh, dat is... Uh, ja, maar Harold Ramis is toch ook een regisseur geweest? Hij heeft ook Caddyshack geregisseerd. En heeft ja. uh, National Lampoon's gedaan. Mm -hmm. uh, ja, maar waarom is hij dan niet Ghostbusters gaan doen? Terwijl hij hem wel samen met Dan Aykroyd heeft geschreven. Is dan de vraag. Zo, hallo hé. Hey. Dat is een, een goed, diepe. <laughs> nou, jij mag niet meer meedoen. <laughs> ik begrijp helemaal, uh, weet ik veel. Ja, ik heb geen idee. Nee, nee, maar... Laat ik het anders zeggen. Had... Stel dat Ivan uh, had Harold Ramis Ghostbusters uh, überhaupt kunnen, kunnen regisseren, ondanks dat hij hem zelf geschreven heeft, samen met Dan Aykroyd dan. Ik denk of had hij het niet. kunnen combineren, had hij het kunnen regisseren en acteren? Jawel, dat had hij wel gekund. Wat of heeft we... hij dat bewust voor gekozen van nee, Ivan, Ivan is hier de perfecte man voor. Uh, ze zochten natuurlijk nog een, een egon karakter, ja. uh, moeilijk, 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 moeilijk. Uh, de eerste de eerste keuze uh, heeft geweigerd, de tweede keuze moeilijk, moeilijk. Dat ze op een gegeven moment hebben gezegd van, nou ja, Harold Ramis, uh, dan, dat Harold dan zei van, nou, dan doe ik het maar. maar volgens mij is dat zo gegaan? Hoor. Dat mij het zo op die manier is gegaan? Ja, want volgens mij heeft Ramis dat wel aangegeven. Van op een gegeven moment kon ik niemand vinden die geschikt was voor de Egon Spengler rol, omdat hij hem op een bepaalde manier ja, in dat zijn hij hoofd had. En uiteindelijk maar zelf besloot van, van Nou ik, ja, dan ik, dan, dan ik, moet ik het maar. Doen. Ik doe het zelf wel, want ik weet wat ik in mijn hoofd ja. heb en hoe ik hem wil hebben. Ja, volgens en hij mij is dat vond het, wel... het nog leuk ook. Want dan, hij vond het ook grappig dat Dan Aykroyd dan ook. Eh, ondanks dat hij het zelf ook geschreven had. Eh, zelf ook een rolletje eh, ja. nam. Ja, ja rolletje. poeh. Beste. Ja. Hè? Maar de, de main, main character. Een van de main's. Hè? Maar, maar, maar ja. Oh, man. man. Nou, wat ik wel. Um, die, die vraag vind ik hele toffe vraag. mensen daarop willen reageren, zet het in de comments eronder. We lezen ze toch niet. Uh, maar als je dan. Um, <tosses> Zo, daar komen ze niet, denk ik. Nee, joh. Meest, meeste mensen, het is 22 minuten, de meeste mensen slapen al. Um, wat voor vraag? Wat A1, <laughs> dat je zo op de A1 rijdt en in keer zit je op de A28. En denk, hè, hoe kom ik hier? Dat, dat idee. Um, um, maar wat ik wel. Die, die, die vraag ga ik even countervragen. Want, nou ja, countervragen, maar counteropmerking. Ik vind namelijk dat je dus uh, juist. Bij, heel erg bij Ivan Reitman heb ik dat ik altijd zijn hand in de film herken. Dat je denkt, ja, dit, dit, dit moet een Reitman-film zijn. Hier heeft Reitman iets mee van doen gehad. heb ik wel eens gehad. Dan, dan ben ik een film aan het kijken. Uh, 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 ik had dat met, uh, uh, volgens mij, mijn super-ex-girlfriend. Ja, mijn super-ex-girlfriend. Daar, uh, daar was hij ook bij betrokken. Ik meende als... Director, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat ik op een gegeven moment dacht: Oh ja, je voelt hier die hand van Wrightman in. De, de, de grapjes, de timing, de, 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 het, de loop, de flow van de film. Je, je proeft het je ziet het gewoon in Ja, Dit is een Ivan Reitman film. Heel altijd... soms merk je het ook wel eens aan de soundtracks. Ja, 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 ja. ja. En dan ik, moet ik heel eerlijk zijn dat ik mijn Super-Ex Girlfriend niet zo goed kan herinneren dat ik dat nog weet. Maar, <laughs> <laughs> maar dat ik wel bij de heel veel van die films denk van ja. Met, um, nou, ja, die, die soundtrack van Kindergarten Kop bijvoorbeeld, dat La is echt een. Uh, dat je denkt van, ja, dit, dit moet wel een Ivan Reitman zijn. Is dit? Toe, uh jij, jij bent de hele tijd mij net voor. Ik wou het net zeggen, als je Kindergarten Kop nou pakt. <laughs> dat is inderdaad. <laughs> ja, dat is inderdaad heel erg Ivan Reitman. Dat je van, ja joh, dit, 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 dit herken je. Ja. Of, of, of komt dat, Mark, omdat wij Ghostbusters. en dan vooral deel 1 zo vaak hebben gekeken dat wij. Bijna vergroeid ja. zijn met die man. Dat we op een gegeven moment in jou. Coasbasters maar... is voor ons een rode draad in het leven. Tenminste, in ieder geval in mijn, ik kan dat van jou niet, uh, niet nou, zeggen. Ik, kan ik alleen ik, over mezelf spreken. Coosbasers is een, in mijn, en ik, ik weet zeker dat het voor jou een rode, een rode draad in het leven is. Ja. En dat je gewoon bepaalde dingen gewoon ingegroeid is. Ja. En dat je dat gewoon uh, met je vader uh, gewoon aanvoelt. Voelt van, het okay, aan. ja. Nou ja dit, is, ja, dit is zo herkenbaar. En ja. zo groei je, je zo in thuis. Ja, nou ik moet zeggen, ik heb niet zo heel veel met Ghostbusters. Ik maak een podcast, één keer per pff, zoveel tijd, daarover. En dat is echt altijd afzien, joh. Dan moet je veel meer kijken. Dan moet je namen gaan onthouden. Afzien. Nee, nee, het is, het is inderdaad, nou, wat je zegt, even even zonder gekheid. Nee, jongens, de andere even even normaal. Ghostbusters is, is, is ja, voor, voor mij de, de bakermat van wat ik allemaal. Ja. ja, nou jij weet, ik ben een jaren 80 gek. Ik, vind, ik ben altijd van de, de ethisch... Gebied. Ik uh, huh? dat is dus heel mooi dat, 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 dat ik ben echt een jaren tachtig liefhebber. Dat, dat, dat is de laatste jaren echt heel erg naar boven gekomen. Ja, in het verzamelen van dingen en de dingen leuk vinden, muziek, films, et cetera. Dat ik echt merk, ja, die ethisch, dat vind ik toch echt een fantastische periode. En als maar mensen dan. Normaal, denk ja, dan. Denk, ja, zeker. Maar als mensen dan aan mij vragen, wat is <laughs> dan voor jou dan quintessential? Echt, weet echt, je zegt, oké, okay, dit is door en door jaren tachtig Ghostbusters. Ja. Alles van de jaren tachtig zit in Ghostbusters. Ja. De muziek is en, goed. En de troetelbeetjes. Wat zeg je? En de troetelbeetjes. Ja, maar die, die stralen. Maar die stralen toch? Ja. <laughs> allemaal radioactief, joh, die kring. Ja, die troetelberen zijn allemaal radioactief, joh. Die zijn allemaal lang de pijp uit. Die, pff, jongens, die, zijn, allemaal nee. gingen, die zijn allemaal via Pripyat, uh, zo. De, hoppa, <laughs> dat is allemaal niet goed gegaan. Uh, nee, maar, maar even serieus. Ghostbusters is, is essentieel jaren tachtig. De muziek. De vibe, de kleding, de, 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 hoe de mensen eruit zagen. Alles, alles wat je wilt laten zien van de ethisch, kun je in een uur en drie kwartier in Ghostbusters laten zien. De ja. humor, wat, wat toen nog kon. Roken. Gewoon roken ja. mocht gewoon nog. Weet je wel? Geen, je had geen diet coke, gewoon cola. Hoppakee. <laughs> weet je wel, dat, dat was allemaal gewoon nog heel normaal toen. Ze waren daar toen heel erg streng met, uh, met woordjes. Hè? Je, je, je kon niet vloeken, je kon niet uh, schelden, was er überhaupt al taboe. Je hm. mocht nooit over seks gaan. Nee, nee. Ja, en, en, en Ghostbusters, die, die, die mengden dat er allemaal wel in. Het was, nou, het was... ja, 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 ze deden het gewoon. Ze deden het gewoon. Dat was bij die Ghostbusters real, weet je wel. Dat uh, dat, uh, in Las Vegas was die première, toch? Dat, yep. je, dat je die, uh, dat je Vengman en Stans voor die acto ziet staan mm -hmm, in die studio. Mm -hmm. En dat je, en dat je uh, Stans, of uh, ja, dat je Ray Stans zo hoort van. And it is PG! I'm fucking telling you, it is PG! Weet <laughs> je wel? Dat je Bill Murray zo, <laughs> <laughs> zo hoort lachen, weet je <laughs> Oh, heerlijk, ja, maar dat <laughs> is. Dat is wel zo, je weet, man. maar dat is, dat is echt. Humor. It is PG. Dat is echt die humor die daarin ja, past. Ja, prachtig. Die, uh, die humor, die. Ja, dat die, is, die, is zo mooi. Die vind ik. <laughs> ze deden het gewoon. Ze, ze deden wel, het ja. gewoon. En als je, als je Ivan dan ook hoorde over die film, weet je wel, dan dat zo vaak dat soort opmerkingen: nou, we deden maar gewoon wat. We deden ja. het maar gewoon, ja. weet je wel. Um, shooten daar op, op dat plein waar helemaal geen, geen vergunning voor was. Uh, dat, 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 dat die drie, jong, die drie jongens daar achteraan werden gezeten door die security guard. Dat ja. deden ze maar gewoon. En dat was allemaal zo ja. hapsnap. En, en vooral als ik dan dat soort verhalen kijk, lees. Zie, en ik kijk dan weer naar Ghostbusters, dan, dan schiet ik een beetje vol en denk Jezus, wat is dit het, het, het topstuk van zijn carrière wel geweest waarschijnlijk. Dit is zo'n verschrikkelijk goede film. Ik denk dat, ja wat ik zeg, ik denk, oh sorry, ik tik even terug de microfoon aan. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad, als ze Ivan kennen, dat ze hem altijd zullen blijven associëren met Ghostbusters. Dat is de man. Ja, maar van zo, Ghostbusters. zo stond hij van de week ook, uh, of zo stond hij gisteren ook in het uh, Algemeen Dagblad. hè? Ja. Ivan Ryman, Ghostbusters regisseur overleden. Ja. ja. Met, 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 met toename Ghostbusters regisseur. Ja. Nou, Mensen kennen hem alleen maar daarvoor. Hij is ook dat Ghostbusters regisseur. Voor mij wel. Voor mij wel. Hij zei. eigenlijk... Eh, ik denk als Ghostbusters regisseur dat niet had of dat, nee dat als Ghostbusters dat niet had gestaan dat er gewoon had gestaan Ivan Reitman, regisseur overleden. Hm. Dat mensen dachten van oh, maar wie is die vent dan? Wie is die vent? Ja. Het is dus juist dat na nou, net even dat ene woordje Ghostbusters tussen dat mensen denken: "Oh, nou jee, ik, ik zal waar, jou, ik zal je wat jou? vertellen, want dat is heel ja. typisch Je weet mijn vader die bemoeit zich nooit zoveel met mijn hobby's, die vindt het allemaal wel prima die hè, die weet het maar oké, okay. maar zelfs hij wist wie Ivan Reitman was. Ja. Dat vond, ik, dat vond ik gisteren. Toen hij me dat wist te, te, te vertellen. Hij appte me. Hey, die, die man van, de, van Ghostbusters. Die Ivan is overleden. Wist je dat? Nou. Dat mijn vader dat. Weet je wel, dat was mijn vader daar. Die... Pa, ben jij dat? Ja, ja, Hallo? ja precies. wel ook. Wie is u en hoe komt u aan dit nummer? <laughs> maar uh, ja, dus dat is wel zijn, zijn meeste werk geweest. Maar uh, dan even een. We hebben, ja, wij hebben dit, dit eigenlijk een beetje hapstap besloten om te gaan doen, hè, die, deze podcast. Nou, we nemen het gewoon op en we zien het wel. En uh, nou ja, het is, het is natuurlijk geen klein dingetje. Het denk. is geen klein dingetje. Nee, ja, dat, nee, we zeiden. Toch het is wel iets om eventjes uh, even wat aandacht te geven. Precies. Maar ja, goed, we zeiden het gisteren gelijk al, hè. Van, joh, dit moeten we eigenlijk wel even doen. Even de. de... Ja. De podcast uh, opnemen en, en even erbij stilstaan. Het hoeft niet het te super. we is ook eventjes een uitlaatklep om even voor ons verhaal te kunnen doen. Ja, ik gisteren, het kwam, het kwam niet zo hard binnen als met, uh, met Harold Raymond. Maar Harold Raymond was een heel ander verhaal. Toen hadden we elkaar toevallig ook aan de telefoon en zo ja. dat soort dingen. Toen ja. we het nieuws kregen, mm -hmm. dit was dan een heel ander verhaal. Ja, jij kreeg het al eerder op de, op de, op de, op de play te zien. En, ja. ik, uh, ja, en ik werd er letterlijk mee wakker. En uh, ja, dat, ik. Uh, yeah. uh, het is toch een manier van. van uh, ja, even, even luchten, want later op de dag komt. Dan komt alles binnen. Ja. En dan, en dan zie je reacties en dan merk je van: oké, okay, dit is toch wel. Uh, je, je bent altijd bang hoe je zou reageren als er toch weer eentje weg gaat vallen. En kan, uh, eigenlijk, Ivor Ryman had ik echt niet verwacht. Nee. Nee. Net als dat ik. Uh, Bill Murray of Dan Aykroyd of Ernie Hudson. Ernie Hudson die stik, die gaat nooit dood, volgens mij. Die vent is niet normaal, joh. Een vampier. Zo, die, 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 die zou gewoon één keer per week een maag leeg en dan is hij klaar. Dan kan hij weer ah, Dat zou ik een schok vinden, als, 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 als Ernie Hudson... Ja, um, ja, ja. ja, 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 ja. Dat, dat lijkt me toch wel echt... Die uh, ja. gozer is nog zo fit, joh. Zo die is gekend joh. Ja. Ja, ja, dat is waar. Hij zitten mensen gaan, hè. Ik bedoel, ja, dus, 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 dus het is de grote gelijkmaker, zoals mijn opa altijd zei. Dus uh, hè, zo is het gewoon. Maar, ik, maar voor eh, ons is dit nu gewoon even een uitlaatklepje om gewoon erover hebben. het te kunnen doen. Ja, en ja, en het, ja, of je het wil delen. Ja, wij willen het dan delen met jullie, luisteraars. Met de luisteraars delen. Ja, wij, wat ik vind wel. Als jij eh, met dit soort dingen. Weet je. Daar, daar sta je als fangroep even bij stil. Vind ik. Ja. Hè? En dat kun je moet ieder, ook. Dan moet je even. Ieder op zijn eigen manier. Maar je staat er even bij stil. Het is een, het, ik vind het getuigen van fatsoen. Ik vind het getuigen van betrokkenheid. Ik vind het getuigen van een soort. Fandom van joh, hé, hey, wij staan hier even bij stil bij het overlijden ja. van ja. De, van De man, ja, waar je toch grotendeels de Ghostbusters aan te danken hebt. Um, nou, we hebben hadden wel afgesproken van we gaan het niet te heel lang maken, we zijn een half uurtje bezig, dus het is ook zo goed. Um, maar wat ik nog even wil vragen, Mark, kijk, want wij hebben het nu over, over Ghostbusters en Ivan Reitman is Ghostbusters. Maar als jij nou nog een andere film van hem zou mogen noemen, dan je, nou, dat vind ik ook wel een meesterwerk van hem, dat vind ik ook een hele goede film. Welke zou je dan noemen? Je zou het niet denken, maar ik vind Evolution vind ik uh, ook erg ja, Nou, <laughs> dan dan daar kijk ik, ik helemaal niet van op. Daar, <laughs> daar kijk ik helemaal niet van op. Dat jij die heel tof vindt. Want wij hebben toen met die podcast, met die referenties, kwam jij ook met Evolution aanzetten. Ja. Dus nee, daar ja. kijk ik. Niet, en hoor. ook het verhaal erachter. Hij, hij wilde, hij wilde zeg maar. Dat daar merkte hij ook uit van, oké, okay, Ghostbusters is mijn ding. Ja. En nou. als ik hetzelfde zou kunnen doen, zou ik het weer doen. En dat wilde hij dus met Evolution bereiken heeft hij uiteindelijk helaas niet bereikt maar, maar je merkt herkenningspunten. De, de, de zit in de in de titel zit het weer het logootje wat die gasten op hun pakken dragen weet ja. je wel, dat soort dingen mee. en dat er is heel veel herkenning in er zitten natuurlijk wel heel veel Easter eggs in die film van Ghostbusters ja, ja, ja dat, is, dus, dat is zeker uh, ja ik ja. nogmaals ik kijk niet op van uh, van jouw keuze dat jij zegt uh, dit, dit dit is voor mij uh, wel uh, de, de Ivan Reitman film. Ja, en ik vond het ook wel leuk dat uh, die Mulder erin zat en zo. van en de X-Files. En... Ja, David de Koffney. Ja, ja, ja. En dat was ook in de tijd van The Last World Jurassic Park. Dat die Giet erin zat. Die, uh, die Sarah. Weet je wel. Dat, dat soort dingen. Dat, ja. Dan Aykroyd zat er op het laatste in. Die als, als ja. de gouverneur. Ja. Dat is echt ja, lang geleden, geleden dat, dat ik dit gezien heb hoor. Ja, dat dat die, die vind ik echt een hele leuke film. Ja. Ik ga hem toch eens kijken weer. Ik heb, dat is te lang geleden. <laughs> Toch te lang geleden. Nou, en welke dingen. Ja, nou, zelf. Er denk... wel heel veel CGI, maar ja, dat was ook in die tijd. Hè? Ik bedoel, ja, dat was allemaal net nieuw, hè? <laughs> het was al, ja. Maar ook heel erg cartoony. hè? Die aliens die zien er heel cartoony uit. Ja. Wat in Ghostbusters, die spoken natuurlijk heel erg cartoony was. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat was, maar dat was ook, denk ik, de, de, wat ik net zei, de, 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 de opkomst van CGI, joh. Dus je van, ja, we <laughs> hebben het. Ja. gebruiken die hap, alsjeblieft, want het is hartstikke duur. Um, we hebben ervoor betaald. Een <laughs> beetje Nederlands. Ja. We hebben ervoor betaald. Nee, mijn lievelingsfilm naast Ghostbusters. Nee, dan ga ik niet Ghostbusters 2 noemen. Want dat zou super flauw zijn. Um, Oeh, dan, oh, dan ben ik even in, in, in tweestrijd. Doe ze uh, bij maar: uh, Twins en uh, Stripes. Ja. Nee. Twins en Stripes, dat zijn uh, close. Uh, dat hangt even van de stemming af. En ik denk dat dan na het verhaal van Arnold, fuck, dan ga je toch wel denken van Stripes misschien toch op nummer drie en dan Twins 2. <laughs> nee, ik hou het gewoon even he heel eerlijk. Ik wou vroeger ook heel graag het leger in. Ik vond Stripes echt geweldig. Ik vond die score van Stripes geweldig. Ik vond Murray en 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 Ramis in Stripes fantastisch. Ik vond het verhaal van Stripes <laughs> geweldig. Yeah Are you guys homosexual? <laughs> yeah yo, are any of you are any of you two homosexual? No, but we're willing to learn. <laughs> 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 Will they send us someplace special? <laughs> Geweldig. Oh, heerlijk. Ja, dat is, die humor van, van, van Stripes, ja, die vind ik dan wel echt veel hè. Ik vind het verhaal van Twins heel erg tof. En ik, hè, vooral nu je dan weet dat Schwarzenegger... Hè, wat hij dan zei van, joh, Ivan gaf me die kans, terwijl niemand me dat wou geven. Ja, dat maakt die ja. film dan toch weer heel bijzonder. En dan denk je, ach, zal ik zou misschien toch vanavond nog even weer gaan kijken. Toch... Toch wel ontspannen. Ivan was gewoon een hele bijzondere man. En hij ja, ja, ja. zal gemist worden. Ik ga hem ik ga missen. Ja, ik, en vooral ja. de laatste weken voor, met Afterlife en zo, was hij weer behoorlijk in het nieuws. Je zag hem weer veel. Ja, hij, nou, veel... hij had ook uh, volgens mij hij had best wel een behoorlijk vinger in de pap ook. Hoor. Ik bedoel, ja. bij Ghost was jou al uh, ja, ja. Flink, uh, flink bezig ook. Hij was altijd daar. Ja, ja, ik denk dat hij Altijd wel... maar vergaderen van, ja, hoe gaan we deze... Deze franchise... Hoe gaan we daarmee verder? En hoe houden we de, de, de eer hoog? En de mm -hmm. naam hoog? En mm -hmm. de denk... naam vooral? Ja, precies. Hij heeft ik... zich echt ingezet voor... Uh, voor ja. Ghostbusters. Ja, daar, daar, Ghostbusters daarom zeg ik ook ja. dat hij... Dat is echt wel zijn kindje. En ik, ik, denk, en dan, ik denk... Misschien dat het wel heel mooi is... Als, als laatste afsluitende gedachte... Dan, um, van deze speciale podcast voor Ivan... Is dat ik persoonlijk... En ik denk jij ook, want ik ken je... Uh, het heel fijn vindt... Dat Ivan... Nu hij er niet meer is, toch heeft mogen meemaken en mogen beleven hoe zijn zoon de franchise heeft voortgezet en dat zijn films. Alsof hij er als het ware op heeft gewacht. Dat hey, is fucking hell, He? ik, Van oké, okay, laat maar even kijken hoe mijn zoon dat, dat ik ja. het, het letterlijk veilig sterven. Nou, gast, jij, wat jij nu zegt, dat springen mij de tranen van in mijn ogen. Maar dan ben ik serieus. Dat, dat is zo'n gedachte. Dat, dat hij de van, nu kan ik veilig sterven. Nu is het goed, d ik heb het gezien. Dit heeft, dit heeft uh, alles gered. Ja, Jason heeft het goed gedaan. Uh, Alsof ik, hij daarop heeft zitten wachten. Ik, hè, ik heb hem meegeholpen, want dat zei Jason wel. Hè. Pa was er al steeds aanwezig. Pa ik heb zijn tips en zijn trucs overgenomen. Ik heb het goed ingepakt, goed, goed verwerkt, goed opgepakt. En nu kan het. Pap, het is klaar, het is veilig. Ghostbusters gaat door. Je, hè, jouw, 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 jouw child, hè, dat kindje... Eh, wat jij ter wereld hebt gebracht... wat Ghostbusters heet... dat wordt veilig voortgezet door je zoon. Nou, prachtige legacy. Kan ik mij als, als vader niet bedenken... dat ik zoiets moois op de wereld heb mogen zetten. Een, een film en een geweldige, geweldige zoon. Dat dat samenkomt in Afterlife... en zoiets moois teweeg brengt... wat ook nog gewoon een, een dik succes is... want dat was het gewoon... <coughs> En een, een film die door de fans gewoon omarmd werd. En, en, en ja, waar we nog steeds niet genoeg van kunnen krijgen. Ja. Amen. Amen. Ik denk dat dat een hele mooie afsluitende gedachte is. Ja. ja. Mensen, uh, wij willen jullie bedanken voor het luisteren, voor jullie aandacht. Uh, de volgende podcast wordt echt weer gewoon normaal zoals jullie het gewend zijn. Of, 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 of kansloos. Niet. Oh, kansloos. <laughs> <laughs> Deze was helaas uh, gewoon kansrijk uh, Nee, ja. we, uh, jullie kunnen ons luisteren Op uh, Spotify Jullie kunnen ons luisteren op Audiogeeks Op YouTube uh, Volg ons vooral even op Facebook en Instagram Gewoon Ghostbusters Just Division Als je de, de op de hoogte wil blijven Van alle leuke kleine Ghostbusters nieuwtjes En ontwikkelingen van de groep uh, Ja, wij gaan uh, Ik denk dat ik nog even een Ivan Wright met film erin indruk vanavond Laten we dat maar eens even ik, gaan doen uh, Ik doe hetzelfde Laten we dat maar eens even gaan doen Mensen, allemaal uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot ziens. Ivan, rust in vrede, jongen. Ivan, bedankt.